Een economie die groener wordt. Met klimaatneutrale en milieuvriendelijke productieprocessen. Die gebruik maakt van grondstoffen uit de levende natuur en draait op biomassa als uitgangsmateriaal voor energie en producten. Een economie met gesloten kringlopen. Dat is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Door ondernemers, kennisinstellingen en overheden met elkaar in contact te brengen en door projecten financieel te ondersteunen. Het Kennis- en Plantstof is 2 jaar geleden opgericht. En de doelstelling van het kenniscentrum is om commerciële toepassing te ontwikkelen van plantenstoffen, van inhoudstoffen. Kunnen we nou teelten initiëren waarbij we niet alleen planten produceren en telen voor groenten of voor een mooi pakketje op de vensterbank of een plant in de tuin. Nee, kunnen we ook voor andere markten gaan produceren. Reststroom, en dat is meteen de grootste reststroom in de tuinbouwsector, dat is al het plantenmateriaal wat aan het einde van een teelt, en dat is in het najaar, vrijkomt. Voor tomaten, komkommers, aubergine, courgette en paprika's is dat 220.000 ton. En een van de toepassingen die wij op dit moment aan het ontwikkelen zijn, is om van het stengelmateriaal om daar vezels voor de papier- en kartonindustrie uit te halen. Dus behalve dat hij geld verdient met zijn tomaten, kan hij dan ook geld verdienen met zijn stengels. Hetzelfde verhaal als met de cultivars, een soort middenweg gekozen. Voor nieuwe ontwikkelingen in Noord-Nederland. Wat waren die nieuwe ontwikkelingen? Op dat moment gedwongen gesprekken met bedrijf Beuring Ingelheim over de kans om gewassen die zij buiten telen en die waarde hebben, de stoffen hebben voor de farmaceutische industrie, om te kijken of je die onder glas kan gaan telen. Wat ik gewoon enorm fantastisch vind, is dat je echt bezig bent met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.